Meldkamer Driebergen. De enige plek waar regio-overschrijdende meldingen binnenkomen. De A13 rechts, 15 rond, staat een ongevalletje aan materieel. Wordt er nu ingebroken, meneer? Centralist Dawina krijgt van de verkeerspolitie een melding van een auto met gestolen kentekenplaten. Die er als een haas vandoor gaat. Auto gaat met bandstelheid vandoor richting Gelder. Het voertuig gaat rechts er voorbij over de vluchtstrook richting Gelder. En dan in één keer gaat er een kreet over de mobilefoon van hij gaat er vandoor. Gelijk je adrenaline die komt gelijk naar boven. Je volgt radiostilte voor de 1140. Zit achter een voertuig aan die er vandoor gaat. We kunnen niet zien waar hij heen gegaan is. We kunnen niet zien waar hij heen gegaan is. Maar als ze er op die manier vandoor gaan, dan weet je al dat het niet klopt. Agent Joost en een collega staan verderop op de vluchtstrook van de A58 voertuigen te controleren. Joost hoort de melding en ziet op hetzelfde moment de verdachte voorbij razen. Ben in zicht. Hij komt voorbij, 62.3. Joost aarzelt geen seconde en geeft plankgas. Op het moment dat je op de vluchtstrook staat en je ziet het voertuig je naderen met zo'n hoge snelheid, dan weet je eigenlijk wel dat je te maken hebt met gasten die er alles aan doen om er vandoor te gaan. Ja, dat is het. Nu er sprake is van een achtervolging, doet Dawina meteen wat er van haar verwacht wordt. Het is cruciaal om de goede informatie te krijgen. En dan ga je gelijk op de kaart naast je kijken van waar zitten ze, welke collega's zijn er in de buurt om ze te helpen. Of zij heeft een afrit genomen bij Breda. Afrit Breda. We gaan de regio erbij betrekken en dan gaan we overschakelen naar het inrap. Maar dat de verdachte verlaat een korte tijd later de snelweg en schieten de provinciale weg op. Als het Dawina lukt de heli bij de vluchtauto te krijgen, kan Joost afstand nemen. De kans is dan groter dat de voortvluchtige vaart minderen, waardoor het gevaar voor andere weggebruikers afneemt. Zover is het nog niet. Voor Joost is het voorlopig alle hens aan dek om de auto niet kwijt te raken. Hij is door de berm heen. Hij staat nu bij de verkeerslichten vast. Bij de verkeerslichten staat hij vast, zegt u. Alleen de verdachten gaan niet stoppen. Ze schieten de berm in. Ja, gaat er ook weg. Ja, hij gaat weer door de berm heen. Hij pelt rechtsaf richting Rijsbergen. Richting Rijsbergen, ja, is om. Uit het roekeloze rijgedrag kan Joost slechts één ding concluderen. Het was gewoon echt op dat moment bekend dat er heel veel aan zou doen om weg te komen van de politie. Niemand gaat zomaar op de vlucht. Dan heb je iets te verbergen. Zij neemt linksaf de rotonde, linksaf. Linksaf de rotonde. Kunt u schakelen naar 15 sterretje en 42? Daar zit de Zulu ook. De Zulu vanaf Rotterdam onderweg. Ja, nog wel even zorgen met dit. Ja, op een gegeven moment hoor je ook dat de helikopter deze kant op komt. Je kijkt zelf wat verantwoord is en wat niet. En op dat moment vonden we het nog relatief verantwoord. Mercedes 1142 is overgeschakeld, nog achter het voertuig. 1142. Ik heb u in zicht, u rijdt op de Overse weg over. Ja, dat kan kloppen. We gaan nu weer over de snelweg. Klok 40 zit achter de 42. Alleen wij zijn uit op zich, maar we rijden in ieder geval die kant uit. 1140 rijdt achter u, hoorde ik. OC, we naderen een kruispunt. We gaan linksaf, linksaf. Linksaf het kruispunt op. Ja, gaan we. Ja, voorbij het tankstation Tamoil. Gaat de Noordbroekse straat op. Wij zitten weer een vluchtstuk achter. Wij hebben die Tamoil nog niet in de lucht. Ondanks de inspanningen van Dawina en de andere eenheden staan Joost en zijn bijrijder er voorlopig alleen voor. 1142 heeft het voertuig in zicht over? Ja, correct. Wel op 200 meter afstand. Maar we halen hem langzamerhand in. Hij is snel, hè? Hij is echt snel. De politieheli is slechts op een paar minuten afstand verwijderd van Joost, die op het punt staat een moeilijke beslissing te nemen. Het ging gewoon echt zo hard. Op dat moment zat ik wel op de grens van moet ik doorgaan of niet. Ja, en dan hoor je eigenlijk dat de helikopter gewoon echt zo dichtbij is. Dan denk je, nou, probeer nog een klein stukje, want dan kan hij het overnemen. Wat is je positie over? We gaan richting België volgens mij. Dus graag de België kennen stellen.
We zijn de bel gaan bellen, die zijn we aan het inlichten, 1142. De vluchtauto raast richting België omdat ze misschien hopen dat de Nederlandse politie daar zal afhaken. Joost blijft in opperste concentratie. Ja, nou ben ik het zat, we gaan het voortrijden. Alles moet wel in een split second gebeuren. Je ziet voertuigen komen, gaan, uitwijken, links, rechts. Ja, het gaat met redelijk hoge snelheid. Ja, je moet toch proberen alles in de gaten te houden. Het is zaak dat de achtervolging zo snel mogelijk wordt gestaakt. De gevaren die de vluchtauto veroorzaakt zijn immers voor alle betrokkenen levensbedreigend. En dan gaat het gruwelijk mis. Voertuig gekregen, zwaar gekregen, alles over de kop. Hey, staan blijven! Staan blijven! Staan blijven! OC, twee verdachten rennen er vandoor, terug richting Nederland. Voertuig in brand. Brandweer, ze gaan een erf op. Auto in brand, zegt u over. Staan blijven! Op je knieën! Nu! Op je knieën! Armen spreiden! Bijrijder Laurens weet de eerste verdachte snel te overmeesteren. Eentje geeft zich over, tweede gaan we zoeken. Joost gaat achter de tweede verdachte aan, die er als een haas vandoor is gegaan. Bel 112! Bel 112! Ik kan even niet praten, er wordt 112 gebeld. Over de bosjes. Politie! Oh, waar blijft die Zulu? Ja, we komen aan, vrienden. Omdat de collega's van Joost niet in de buurt zijn, staat hij voor een dilemma. Hey, kom hier! Zal hij wachten op versterking of gaat hij de razendsnelle verdachte zelf aanhouden? Joost kiest voor het laatste en trekt zijn wapen. Hey, kom hier! Ja, één persoon voor me. Op de grond liggen nu. Eén persoon ligt voor u gewond over. Hij is nog niet gewond. Op je buik. Op je buik. Ja, op het moment dat ik mijn vuurwapen trek, dan zag ik ook wel dat hij onder de indruk was. Ik wil gewoon echt een confrontatie uitsluiten. Ik wil gewoon niet dat hij mij kan verrassen. Ik wil gewoon dat hij weet op dat moment van... Hey, ik sta hier, jij bent aangehouden. En wat je ook doet, jij bent van mij. Blijf liggen. Spreid je armen, spreid je armen. Joost is alleen met de verdachte en daarom genoodzaakt de man in zijn eentje in de boeien te slaan. Met maar één vrije hand is dit niet mogelijk. Maar daar heeft Joost een oplossing voor. Gast, je doet zelf een hand bij jezelf op. Ik weet niet hoe je het doet. Ik heb een pistool. Ik ga hem achter hem aan. Eén natuurlijk omdat je de boef wil vangen. Ja, en de tweede is eigenlijk, ja, straks komt hij weg, maar stort hij in, wordt hij ziek of wat dan ook. Ja, misschien heeft hij wel inwendig letsel of niet. Even hangen op je rug. OC 1142, poppetje geboeid. Op je knieën. Intussen hebben andere eenheden zich bij Joost en collega Laurens aangesloten. En die krijgt verrassend belangrijke informatie te horen. En hoeveel waren jullie? Drie. Zit er nog eentje in? Ja. OC, ik wil met spoed een ambulance. De ambu en de brandweer zijn onderweg, over. Ontploffingsgevaar en brand kunnen niet worden uitgesloten. Daarom is het een absolute must de overgebleven verdachte in veiligheid te brengen. Kun je praten? Politie? Rob, leg in. Hallo, kun je praten? Alle verdachten zijn nu geboeid. Het is uitzonderlijk dat na deze crash geen ernstige gewonden zijn gevallen. Maar je bent aangehouden, maar dat heb je zelf ook al door. Je bent niet het antwoord verplicht en je hebt recht op advocaat. Begrijp je dat? Spreek Nederlands? Nou ja, op het moment dat je gewoon zo'n heftige achtervolging hebt gehad... en je ziet gewoon dat die gasten gewoon echt alles aan doen om er vandoor te gaan... die gasten zijn tot alles toe in staat. Ik weet niet of zij wapens bij zich hebben of wat dan ook... maar ik wil ook niet één op één met zo'n man komen te staan en hij trekt in één keer een wapen. Ja, dan ben ik te laat. Ik kies gewoon voor mijn eigen veiligheid. Oh. OC, de derde verdachte wordt nu geboeid. Zat nog in het voertuig. Eén persoon bekneld, maar die is uit het voertuig ontvangen. Ja, dat het zo geëindigd is, daar schrik je dan wel van. Aan de andere kant denk ik van, ja jongens, waarom gaan jullie er zo vandoor? Want het is ook een keuze van die jongens dat ze op deze manier, ja, dat het op deze manier eindigt. Hoewel de auto met de gestolen kentekenplaten rondreed, kan diefstal niet bewezen worden. Wel is de bestuurder van de auto gestraft voor zijn rijgedrag en is zijn rijbewijs ingenomen. Take two. I'm still trying.
Racing.